Dames en heren, onze gemeente toont zich dit weekend eigenlijk op zijn mooist. Als u hier rondkijkt, dan ziet u deze schitterende natuur, deze bomen. De zon schijnt, u bent er allemaal. En ook op andere plaatsen in het dorp, daar gonst het van de activiteiten. Ik heb zelf de ervaring in de afgelopen jaren, als ik hier op bezoek was, soms met kleinkinderen, soms als er iets anders te doen was zonder kleinkinderen, dat het hier echt een oase in het dorp is. Zo'n beetje aan de rand van het dorp, op dit prachtige plek. En het is dan ook te hopen dat die 112 vrijwilligers, want ik vergeet net dat het er nu 112 zijn, dat die zich ook willen blijven inspannen om Beverkeshof te houden wat het is en misschien ook nog zelfs te verbeteren waar dat nodig is. Dames en heren, wie hier vaker komt, die ziet dat het niet alleen de dieren zijn die hier zijn, maar dat de natuur en de totale omgeving eigenlijk uitnodigt om hier ook een maatschappelijk centrum van te maken. En het valt mij op als ik hier ben, dat er heel vaak mensen zomaar zitten op een bankje hier, omdat zij hier tot rust komen op dit schitterende plekje. En dat is een functie die in deze tijd buitengewoon belangrijk is, dat mensen ook tot rust kunnen komen. En waar kan dat dan beter dan hier ook in Beverkeshof? Het is, zou je kunnen zeggen, een wellnesscentrum voor natuur en ontmoeting. En niet dat die naam nu op de gevel moet gaan prijken, want het heet natuurlijk gewoon Beverkeshof. Maar ik wil er maar mee uitdrukken dat hoe je ook hier naartoe gaat, in welke gemoedstoestand je ook hier naartoe gaat, je hier rust en ontspanning vindt en ook nog kan genieten van natuur en die prachtige dieren die hier bij elkaar zijn gebracht. College van burgemeester en wethouders aan Beverkeshof als instelling, als vereniging, hoe je het ook wil noemen, als deze prachtige plaats, dat die de gemeentelijke erepenning in brons hebben gekregen vanwege hun 25 jaar bestaan. Bestuur en vrijwilligers, van harte gefeliciteerd daarmee. Ik ga de onderscheiding die erbij hoort heel graag aan de voorzitter geven. En ik vind het heel erg leuk dat ik naar voren mag vragen de secretaris Marja van Lieshout-Orgenbach. Vanaf 1995 bent u al ruim 15 jaar secretaris en bestuurslid van de stichting, de Beverkeshof. U bekleedt al die jaren al het secretariaat van de stichting en u onderhoudt ook de contacten met de externe instanties. U voert heel veel communicatieactiviteiten uit, het selecteren, het aannemen en het introduceren van nieuwe vrijwilligers wordt ook tot uw taak. U voert de coördinatie van de gastvrouwen en de gastheren. En u bezorgt de mailings en beheert het vrijwilligersbestand. En u verzorgt ook het secretariaat van Sint-Nicolaas hier is, zoals net gezegd. U hebt in zeer hoge mate bijgedragen tot wat Beverkeshof nu is. Een pareltje in Nuenen. En dat vrijwilligerswerk, dat weet u ook nog eens een keer uitstekend te combineren met gezinstaken natuurlijk, want die blijven altijd voorgaan. Nou, dat zijn heel veel verdiensten waarin het rijtje natuurlijk al die bestuursjaren voor Beverkeshof bovenop staat. En ik kan u met veel plezier zeggen dat het college van burgemeester en wethouders u heeft benoemd tot drager van de Brons erepenning van de gemeente. En ik wil u daarmee van harte feliciteren. Mark Slijpen, al ruim 15 jaar de voorzitter van de dorpboerderij De Beverkeshof.
En daarvoor enkele jaren secretaris van 1993 tot 1995. En onder leiding van Mark Slijpen, maar met hulp van al die vrijwilligers die al een aantal keren zijn genoemd, heeft de Weverkeershof in Nuenen zich kunnen ontwikkelen tot het educatief en maatschappelijk centrum wat het nu is. En in de afgelopen tijd is er een verbeterslag doorgevoerd op de Weverkeershof. Die prachtige profilering heeft dit mooie plekje tot de ontmoetingsplek. Het is al gezegd, dames en heren, laten worden voor jong en oud. En de Weverkeershof draait en floreert als nooit tevoren. Mark Slijpen heeft met zijn scherpe blik een goed overzicht en schuwt niet bij te springen waar dat nodig is. En bij het jaarlijks terugkerende evenement rondom Sinterklaas is Mark Slijpen als medeorganisator actief betrokken. En dat evenement heeft, ook al gezegd, een landelijke uitstraling, maar het kan niet genoeg gezegd worden, doordat alle brieven die aan Sinterklaas worden geschreven bij Weverkeershof worden bezorgd. Genoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Thank you.